Rollators, fietsen, matrassen. Dat moet Stichting Hulp Oost-Europa Dordrecht binnenkort ergens anders kwijt kunnen, want de eigenaar van de huidige opslag op het terrein van de hoop wil het pand zelf gaan gebruiken. Dus nou zijn we op zoek naar een andere ruimte. En omdat deze grijsharige hulpgoederen veteranen een beetje willen inkrimpen, kunnen we al genoegen nemen met de helft, ongeveer 25 vierkante meter. Dus een flinke garagebox, dat zou wel voldoende zijn. De stichting brengt al 35 jaar hulpgoederen naar Oost-Europa. We brengen hulpgoederen naar Roemenië, naar zeg maar een stuk of 8 locaties. En als we dingen te veel hebben, dan verspreiden we dat over het netwerk. Ook mensen die naar ex-Jugo gaan, of naar Moldavië, of naar Oekraïne. Dus we verzamelen goederen en we brengen die hulp naar Oost-Europa. Als de stichting geen andere opslagplek vindt, betekent dat stoppen. Ja, ik moet er niet aan denken, want die goederenstroom die hou je niet tegen. Er komen altijd wel mensen hangen aan de telefoon van, kan je dit of dat gebruiken? En bijvoorbeeld als je weet waar mensen op slapen daar, daar word je niet vrolijk van. Maar als je dan pak een beetje zo'n bus vol en een aanhanger vol aan gratis matrassen kan krijgen. En nou ja, bij die mensen daar op bed schuiven, dan denk je, ja, moet ik dan stoppen? De loods zal na zaterdag sowieso al een stuk leger zijn. Aanstaande zaterdag gaan we een trailer laden, want het zit stikvol. En dat is het laatste grote transport hier vandaan. En dan... De stichting heeft tot 4 december de tijd om een nieuw pand te zoeken.